Opstelling van Vitesse. Kan je bijna wel een beetje dromen. Dit zijn de gekende namen. En ook in een fase in de competitie waarin het niet geweldig draait. 5 wedstrijden op rij zonder zegen. De laatste overwinning was 23 januari. 1-0 tegen Groningen. Toch houdt Letts vast aan deze elf. Aan dezelfde speelwijze. Met de aanvoerders. Bij de scheidsrechter. En dat is vandaag Erwin Blank. De VAR in Zeist is Ingmar Oostrom. Post en Pasveer zijn de aanvoerders. Daar waar wij Vitesse er weinig aanleiding was om te wijzigen, moet Hans de Koning dat wel doen. Noodgedwongen, hij mist een paar spelers. Koen natuurlijk geschorst. Vito van Krooij in quarantaine. En linksback Guwara is er vanwege een blessure niet bij te stellen. Maar Schäfer in de ploeg, hij als linksback. En Giacomakis, hij in de spits. Meshesh. Miro Penda. Bal richting Broja, is een goede bal. Voorbij aan Kiersbaum. Ja, dat voorbij aan een keeper, dat gaat dan nog wel. Levert hem voor. Mapenda, mooie controle. Tronstad. Wittek. Schot van de Duitser gaat naast. Mapenda. En weer Broja, Gelmi in de achtervolging. Mapenda is voor en die schiet hem binnen. De heel vlotte 1-0. En Openda, die de laatste tijd toch niet helemaal had. Dat geldt voor heel Vitesse. Staat hier eens op het formulier van doelpuntenmakers. Het is zijn 7e van dit seizoen. Het balverlies is overduidelijk een 4-4-2 wat VVV speelt. Een 6. Zo rond Giacomakis. Openda. En de volgende kans is voor Tanane. Ja, Idrissi komt zich ook even melden langs de zijlijn en vraagt zich af, gebeurt er allemaal en hoe makkelijk is het voor Vitesse om bijvoorbeeld via Broja, via Openda, via Tanane, toch de gevaarlijkste mannen voorin, makkelijk zij er doorheen komen. Stan Valks, hoog en droog. Ja, moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. Penalty. Bazour met de overtreding. Hij glijdt daardoor. Want hij zet hem buiten de 16 in. Maar in zijn glijden neemt hij Hunte mee naar het gras. En dan weet je dat Giacomakis zich gaat melden voor zijn 23e van het seizoen. Waar we nog niets hebben gezien van VVV. Is dit Giacomakis met de 1-1. 19e minuut. En nadat hij er al 4 maakte in de heenwedstrijd, scoort Giacomakis ook nu weer. Openda doorlopen is van Tanane. Gelmi probeert erbij te komen, maar mist Tanane. Tanane nu voor. Maar die valt tussen 3 Vitesse-spelers in die bal. Tussen Openda, Broja en Bero. Donis. Meshesh. Combinatie. Gaat daar de mist in vanwege de overtreding van Tronstad. Shabani. Dat is een aardige vrije trap. Maar niet meer dan aardig. Als je ziet met welk speels gemak bijna. Pas weer die bal klemt. Meshesh. Dat is Post. En nu kan Vitesse daar wellicht van profiteren. Als Bero de bal had kunnen plaatsen op Broja. Maar dat is hier. Volgens scheidsrechter hebben we belang sprake van een overtreding. De eenmansmuur van VVV. Tanane met de vrije trap voor de inloper. Zo, Openda. En die kopt hem net over. Aardig neergelegd door Tanane op de lopende Openda.
Tanane, goed. Broja, Openda in het midden. Witek komt er ook bij. Broja. Weet het zelf. Kiersbaum goed naar voren. Een prima redding van die Duitse keeper. Geen duwtje in de rug, maakt er niet heel veel uit. Vitesse houdt de balbezit. Dit is Tanane. Die schuift hem zo in de voeten van Shabani. Dan is Tanane boos. Dat Trondstad erg veel ruimte laat door Shabani die bal nog een keer kan aannemen. Dit is Daza. Dat is Wakschot. Tanane dreigend tegenover Pargonik en dan binnen door. Het wegroeien van Post en dan valt die bal dusdanig dat Meses ermee vandoor kan gaan. Giacomacchi sluit bij natuurlijk en ook Hunter is van de partij. Meses besluit zelf te schieten. Maar er op dat moment van schieten. Er twee afspeelmogelijkheden waren, waaronder Giacomacchi. Broja heeft gekeken, voorbij een Openda, Pagonik neemt met Witek in de buurt geen risico. Corner van Tanane. Rasmussen. Weer een kans voor Vitesse. Uit de standaard situatie, de corner van Tanane. Daza. Trondstad. Broja. Tanane. Vindt daar Witek. Bazour. Tanane terug, Bazour. En die kan nog vrij ver komen. Schiet hem binnen met links. Het was een beetje een haperende aanval, maar wat zou het als het resulteert in een treffer? Richetli Bazour met de 2-1. Hier Witek, Bazour. Dit gaat er nog wel, maar dan speelt die bal eigenlijk te ver voor zich uit. En dan heel snel met links geschoten, prachtig afgedrukt ook. Een aanval die op een gegeven moment een beetje lijkt te stranden daar. Maar Donius kon niet echt ingrijpen en dan is het prachtig afgemaakt. Bero krijgt hem nu terug bij Openda, maar jaagt wel door. Tanane. Daza. Duel met Schäfer. Daza. Bazour. Sleept hem er langs. Hard voor langs. Maar niemand die in de buurt van de tweede paal opduikt om deze bal binnen te lopen. Arias. En Giacomacchi's weg. De vlag blijft omlaag. Giacomacchi's lepelt hem niet over Pasveer heen. En dan gaat alsnog de vlag omhoog. En ik, nou, denk het niet. Dus als hij hem had gemaakt, dan had de VAR gezegd. Leuk die vlag, maar het is wel een goal. Met schermbeschermer in de hand, Tanane. Trondstad. Witek. Bazour. En dan dat schot. En die wordt van de richting veranderd. En dus is het 3-1, Trondstad. Mag zich laten vieren als doelpunt te maken. Je ziet aan de vreugde, bijna hysterische vreugde, dat het van ver moet komen. En dat nu eindelijk weer eens de overwinning dichtbij is. Bazour, Trondstad. En het is via het achterwerk van Pagonik dat die bal erin gaat. Twee doelpunt te maken aan de kant. De man van de 1-0 en de man van de 2-1. We zijn eraf. Kijk, de vrolijkheid. Ook verraad dat het lang geleden is dat er een glimlach was waar te nemen in Arnhem. Davalou komt voor Openda en Haier komt voor
Bazour. Broja. Terug naar Broja, mag hij dan ook nog scoren? Ja, ja, ja. Na het voorgeven van Bero. De ongekende wilde. Bero. Broja. Deze wedstrijd is gespeeld. Ohio. Tanane, hop! Geweldig schot. Via Kiersbaum in de lat. Geweldig schot van Tanane. Die alles met links doet, behalve dit schot. Wedstrijd zit erop. Jozef Oosting blij, Thomas Letsch blij. Heel Vitesse blij, want het was alweer een tijdje terug. De laatste vijf wedstrijden op rij niet gewonnen. En dat gaat toch een beetje in je hoofd en ook in de benen zitten. Werd lange tijd toch ook wel duidelijk in deze wedstrijd, die met name de eerste helft. Dan is de overwinning zeker en vast verdiend te noemen.